Nou, hij heeft wel een heel klein zakje. Heb jij mij er nou gevonden? Nee, nee! Ik zag je, man! Nee! Daarna. Drie, twee, één. Ik heb het vast. Nee, joh! Serieus? Hey guys, ik ben Secure van CokeTV van Eindbaas. Vandaag ben ik in Madurodam en ik ben niet alleen, want ik ben namelijk met... Sherian van Backstage. En wat gaan we doen vandaag? Vandaag gaan we tegen elkaar battelen. Ben je al een beetje klaar voor? Ja, jij bent op tijd naar bed gegaan. Ja. Maar ik ben even bezig trainen in de sportschool, dus... Ik ben nog een beetje moe, want ik ben 10 minuten laat hier gekomen. Min 2! Sorry. We hebben een opdracht, die gaan we binnenhalen. Let's go! Let's go! Let the battle begin. Sherian, Shaquille, goed dat jullie er zijn en welkom in het themapark Madurodam in Den Haag. Er valt hier genoeg te zien en te beleven en al zijn dingen hier helemaal piepklein, jullie opdracht van vandaag moet zorgen voor een groot spektakel. Jullie gaan het vandaag namelijk tegen elkaar opnemen in de Golden Envelope Challenge. In de Golden Envelope Challenge is het de bedoeling dat jullie allebei iemand eens zo tof mogelijk een verrassing gaan bezorgen. En om het nog leuker te maken, krijgen jullie al bij de hulp van een YouTuber die ergens in Madurodam. Oh, chill. Echt? Zij hebben ook de informatie van de persoon die jullie vandaag moeten gaan verrassen. Trouwens, de kijker beslist uiteindelijk wie voor de meest originele surprise heeft gezorgd. Dus doe je best. Ga dus eerst op zoek naar hulp. Oké, dus we moeten gaan zoeken. Nou schat, ik wens jou heel veel succes. Ik ga op zoek naar... Ik heb geen idee. Oké, ga jij jouw kant op? Ik zie je zo. Oké man, ik zie je zo. Oké, we lopen nu door Madurodam heen. Ik moet nu mijn plek gaan zoeken waar ik me ga verstoppen. Ik moet me nu eens gaan verstoppen. Wel een raar idee dat ik voor mijn eigen teammate moet gaan verstoppen. Er is wel heel veel keuze, maar ik ga natuurlijk voor wat groots. Hier een mooi ding waar ik misschien in pas. Ja, maar dit zit niet lekker. Of we pakken gewoon een vliegtuig, gaan naar een ander land. Dan vult hij me nooit. Kunnen we ook deze proberen? Kijk, hier zijn grote dingen. Hier was ik naar op zoek. Ik kan toch nergens in? Ik ga hier gewoon verstoppen. Maar misschien ziet hij me dan van die kant. Oh, het is wel heel krap. We gaan ietsjes door. Oké, ik heb een idee. We gaan gewoon onder de brug zitten. Nou, daar zitten dan. Dit wordt mijn plekje. Ik zit nu verstopt onder de Erasmusbrug. Ga maar zoeken, Sherian. Volgens mij komt ze. Hey! Hallo! Ik dacht dat ik een soort van schreeuw lelijk was. Ik moet ook even schreeuwen, misschien hoort je mij. Oké. Ik zie niemand. Oh, hier! Hier zijn ze! Hier! Nee, ze heeft wat. Ik word geschreeuwd, volgens mij is het andere team lid gevonden. Hoor jij bij mij, Sherian? Nee. Nee, hier is hij niet! Hey, doei! Hier is hij niet. Oh, kut. Heb jij mij er nou gevonden? Nee, nee! Ik zag je, man. Nee! Nee! Wie is hier? Het is Dylan! Ja, man! Nou, Sherian, 1-0. Oké, dit begint al heel sterk. Ik heb het hele park al bijna afgelopen voor jou. Misschien kan ik een soort van lokkenroep doen ofzo. Kan iemand mij helpen? Woehoe! Joehoe! Iemand maakt een geluid, hoorde je dat? Nog een keer! Woehoe! Waar zit je? Doe eens nog een keer! Woehoe! Nog een keer! Ja, ik zit onder je! Waar? Hier! What the hell? Hier zit hij! Oh! Hey, ik heb hier een briefje. Jullie gouden envelop ligt klaar waar Nederland geregeerd wordt. Kom, zeg maar, ga mee. Kom, ga mee. Ik weet het wel. Ja, kom. Die anderen zijn al lang bezig, hè? Dat is wel echt Den Haag, toch? Dat zou Den Haag moeten zijn, toch? Dat weet hij ook niet. Jezus. Oké. Okay. Daar is Amsterdam. Ik denk dat ze daar moeten zijn. Ik denk het ook, ja. Oké, maar kijk, dit is dus Amsterdam. Oh, wacht. Jawel, wacht even. Wacht. Oh, door de mond. Vet. Nee, dit is sneeuw. Oké, dit is Delft. Maar waar moet dan Den Haag zijn? Utrecht. Oké, wat is hier? Het moet hier zijn. Den Haag. Den Haag. Dit is Den Haag. Waar is die kaart? Het moet Den Haag zijn. Het is weer Utrecht. Ik weet het even niet, hoor. We hebben ze gevonden! Hoe dan? Oké, nog een brief. Jullie mogen Eline gaan verrassen. Ze is 16 jaar. Ze is erg leergierig en ambitieus. Op school blikt ze overal in uit. Ze droomt van een carrière als internationaal model. Nou, dan ben je bij ons aan het goede adres, kijk eens. Daarnaast is ze ook nog gek van alles en iedereen in The Voice of Holland. Let op, om jullie op weg te helpen mogen jullie 1 gouden envelop uitkiezen. De waarde die erin zit moet jullie in zijn geheel gebruiken voor de verrassing. Dus wordt het 5, 50, 100 of misschien wel 250 euro. Succes! Oké, 4 gouden enveloppen. Ja. Nummer 1 staat oranje boven. CCCCDM. Chinees geluk. En we hebben nog wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Zal hier dan iets heel kleins in zitten? En wat is CCCCD? Oh wacht, dit zijn Romeinse cijfers. Hey guys! Hey. Wij waren helemaal daar aan het zoeken, maar dat was Amsterdam. Het wordt niet geregeerd in Amsterdam. Wij waren eerder, dus ik vind wel dat wij mogen kiezen, toch? Je hebt gelijk. Maar welke doen we? Hoeveel is dit ook alweer in Romeinse cijfers? Volgens mij is dit een hoop. Ah ja, dan doen we gewoon die. Wij doen gewoon deze. Ja, alsjeblieft. Wij hebben gekozen voor deze envelop.
Jullie mogen Robin gaan verrassen. Hij is 16 jaar en woont in Pijnakker. Op dit moment is hij bezig met de ICT-opleiding. En als hij hiermee klaar is, zou hij het liefst starten met de politieopleiding. Maar het liefst gaat hij gamen met zijn vrienden. Zijn favoriete spel is League of Legends. Deze is gek. Eline houdt van avontuur. Wij houden ook van avontuur, dus we gaan voor het onbekende. Oké, ik voel helemaal mee eens. Daar gaan we. Ik zie een briefje van 100. Nee joh, serieus? Ja, dat was het ook wel. Wel 100. Oh, is dat goed? Ja, zeker. Oké, 100 piek. Ja, daar kunnen we wel wat mee. Dan waai jij hem aan, dan raak ik hem kwijt. Oké, cool. Eentje is al weggepakt natuurlijk. Inderdaad, die heeft Fairy Ann al. Ik denk toch voor die 4, joh. Ik heb zo'n gevoel dat de zaad wie het kleine niet eert, moet de zin zelf afmaken. Maar ik denk dat er gewoon wat groots in zit. Ja, ik denk dat we hem gewoon moeten openmaken. 3, 2, 1. Ik heb het vast. Oh, jezus, ik zei het toch zo goed. Jongens, dit is wat? 150 euro. Nee. Jawel. Oh, 250 gek. Ik kan die instellen. Ik ben gewoon zo helemaal gek. Jongens, we hebben gewoon superveel geld hier. Daar gaan we Robin mee verrassen. Mij mee verrassen? Nee. Kom hier. Andere Robin, joh. Naar Rosmalen, we hebben een behoorlijke opdracht gekregen. En we hebben 100 euro en het moet op. Kunnen daar toch wel wat leuks mee? Nou, daar gaan we wel voor, want ik wil wel het wow-effect, zeg maar. Fotoshoot. Laten we gewoon ergens gaan zitten waar we even goed kunnen nadenken. Ja. En dan zien we dan wel weer verder. We zitten nu in de auto en we gaan zo meteen richting Elina. In de buurt van waar zij woont, daar woont ook Pleun, de winnares van The Voice van vorig jaar. Ja. En ze houdt van The Voice, dus we gaan even bellen. Ja, zou jij misschien een videoboodschap in kunnen spreken voor Elina? Want we gaan haar zo meteen verrassen. Ja, nee, sowieso. Is goed, liever. Dankjewel. Fijne dag. En dan van dit jaar, Jim, zullen we hem bellen? Het zou toch lachen zijn? Hoi Jim, met Sherian. Ik ga zo dadelijk een dame verrassen en die is helemaal gek van zangers en zangeressen uit The Voice. De vraag is of jij misschien een filmpje zou kunnen inspreken. Dan rijden wij bijvoorbeeld langs jou. Dus we hebben echt maar 5 minuten van je tijd nodig. Hier om 2 uur zijn. Zeker, oké. 2 uur kom ik naar je toe. Leuk. Oké, dan zie ik je zo daar, ja? Ja, dit is te gek, dit is te gek. Nou, aangekomen in Hilversum op zoek naar een winkeltje waar we geld uit kunnen geven. Want we gaan namelijk een t-shirt scoren. En dan kan Jim dan zijn handtekening opzetten. En we hebben met Jim afgesproken hier zo ergens in Hilversum. En hij heeft heel eventjes de tijd om een video met ons op te nemen voor Elina. Maar ja, wel vet dat hij even tijd kon vrijmaken. En een bosje bloemen moeten we ook halen. Ja. Voor Jim, omdat hij heeft gewonnen natuurlijk. Ja, we gaan nu even een beetje brainstormen. Hij wil toch ook misschien laten iets doen bij de politie? Oh, wacht. We kunnen karten. Karten vindt iedereen denk ik wel leuk. Als wij nou in een soort boevenpak gaan en dat hij gewoon de politie, gaan wij voorop en dan komt hij achter ons aan. We maken gewoon een beetje zelf politieachtervolgingen van. Oké, dat is niet 250 euro waard. We moeten namelijk alles uitgeven. Dat is een goeie. Ja. Hij houdt van League of Legends. Dus waarom achter wij nu even een soort van feedback met allemaal een paar dingetjes? Oké, dat klinkt ook wel goed. We hebben nu karten. We moeten een boevenpak regelen, dus we moeten naar kostuumwinkel. Ik denk dat we wel een beetje weten waar we naartoe moeten gaan. Nou, oké, we hebben de gouden envelop. We moesten eigenlijk alles opmaken. Kan er ook wel een beetje eten bij. 1750 min 1750 komen uit op 232,50 euro. Oké, we zijn in een kledingwinkel. Dus... Een heel, heel goedkoop winkeltje. We gaan straks namelijk ook nog skydiven natuurlijk. Dat hebben we nog niet verteld. Oh! Bij deze. Wij gaan skydiven straks. Indoor skydiven. Maar dat kost best wel veel geld. Dus dan hebben we heel weinig geld. Trui, t-shirt of... Hey, we kunnen ook gewoon een onderbroek doen waar die dan zijn handtekening op kan zetten. Nou, hij heeft wel een heel klein zakje. Nee, ik heb alleen nog een t-shirt nodig. Milan, dit is meer jouw ding. Ik denk dat Milan dit wel goed zou keuren. Hij is maar 10 euro. Wat kost dit dan? 7. Oh mijn god, we moeten gewoon op ons geld letten. Hey Sherianne, ja. We gaan zo meteen ook nog indoor skydiven. Ik denk dat we niet eens een shirt kunnen kopen. Dat we het bij de onderbroek moeten houden. Ja, hij heeft nog geen cd uit, dus dat hij zijn onderbroek maar gewoon heeft uitgedaan. Doen we. Ik moet alleen wel lastig zijn, want ik mag geen 100 euro aannemen. Echt niet? Nee. Dit is dus gewoon een grap, hè? Denk je een goede envelop getrokken te hebben? Het is 4,70 samen. Maar... Ja, maar we mogen alleen hiermee afrekenen. Ik ben gewoon zo terug. We moeten toch nog bloemen die hebben. Die willen we toch nog hebben. Ik heb dus dan nog wel. Een win-win situatie en het is maar 7 euro. Ching ching! You know what I mean! 4,70 is dat, alsjeblieft. Nou, hier gaan we plezier van hebben. Oké, hij houdt heel veel van League of Legends. En we moeten dus een cadeautje daarvoor gaan bedenken. Je hebt giftcard van League of Legends. Jij bent slim. Heel toevallig dat we tegenover een speelgoedwinkel staan. Dus we gaan nu even een paar giftcards halen voor Robin. We hebben een klein probleempje. Er zijn hier geen giftcards. Oké, nou we zeggen niks meer. We hebben ze wel. 22'tjes. Even een beetje uitpakken natuurlijk. Ik denk dat hij dit wel leuk zou vinden. Word 40 euro. Yes, alsjeblieft. Nope. Nou, Sherry, en je weet dat we gaan winnen, dus ik weet waarom je niet zou opleveren. Hallo! Yo! Hoe is het? Ja,
Ja, lekker. Nou, ik ga je gewoon zoenen hoor. Ja? Ik denk dat ik je gewoon een hand geef. En je feliciteert natuurlijk met je winst. Maar we zijn hier natuurlijk om een reden. Ja. Wij moeten vandaag Eline verrassen. Het leek ons een tof idee. We hebben twee dingen. Eerste, dat heb jij in je hand. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Wauw. Of je hem even aan wil doen. Zo, nou, dit werkt niet. Moet kijken. Mooi, hè? Nou, dit is een kunstwerkje hier. Dat laat ik even voor wat het is nu. Top. Nou, deze gaan we aan Eline geven. En dat is natuurlijk niet het enige wat ik graag zou willen voor Eline. Een persoonlijk bericht is altijd leuk. Eline, hier staat hij gewoon naast mij. De winnaar van The Boys of Holland. Hey, was goed. Ik hoor dat jij je modellencarrière wil. Ik wil heel veel succes hebben bij mensen. En ik hoop dat je een hele mooie dag hebt. En we hebben nog een hele leuke verrassing voor jou. Die heb ik nu in mijn hand. Maar die gaan we je zo geven. Oké dan. Dankjewel, Jim. Hey, vanuit Wisseloord. Op naar Rosmalen. Daag. Oké, nu wordt het spannend. We zijn namelijk nu net op de hoek van Robin's huis. Hoe denk je dat hij gaat reageren? Ik denk dat als hij die kaart al gaat zien... Dat hij heel erg blij wordt. Oké, hier is het. Geen verkopers. Gaan we iets verkopen? Nee, hè? We gaan geen. Hallo. Shaquille van Kookvisie. Hoi. Wij komen voor Robin. En die boven? Mogen we naar boven komen? Ja, natuurlijk. Ja. Alles goed, man. Ik heb gehoord dat jij heel veel van League of Legends houdt. We hebben een cadeautje voor je namelijk. Laten we daar eventjes mee beginnen. We hebben niet één giftcard. We hebben er twee. Die zijn er vast voor jou. Alsjeblieft. Maar daar hebben we nog iets. Hij wil meedoen aan de politieopleiding, heb ik gehoord. En wij gaan ergens naartoe. Maar ik ga nog niet zeggen. Maar... Dus jij mag je stream lekker afsluiten. Ja, afsluiten. Oké, Robin, je computer is afgesloten. Je bent niet meer aan het streamen. Ik zou zeggen, pak je spullen. Wij zijn hier buiten. Tot zo. Hey, Sharian. Hey, Sharian. Je belde me. Ja, hoe gaat het met jou? Ja, gaat goed. Ja? Zeker weten? Ja, bij jou. Ja, we hebben net iets heel vets gedaan. Oké, nou, we hebben ook iets vets. Maar dat ga je nog wel zien. Shaquille zit me gewoon uit te horen, hè, mensen. Hij ging mij dus net gewoon facetimen. Om te smoezelen wat ik aan het doen ben. Hebben zij al wat tofs geregeld? We hebben zeker iets tofs geregeld, man. Wij hebben ook iets tofs geregeld. Misschien herken je deze stem wel. Hallo. Wie is dat dan? De boy. Dag, Shaquille. Huh? Ze hebben iets met de voice geregeld ofzo. Ey, dat kan niet. Nou, misschien is iemand... Ik weet het ook niet. Oké, Robin, kom. Doei. Doei. Ik weet totaal niet wat Sharian heeft. Wat zou ze hebben? Ik weet het niet. En we zitten weer in de auto en we zijn bijna bij Eline. We hebben een beetje haast. Ze weet nog niet dat we komen en haar moeder die houdt haar vast met een smoesje. Nee, we hebben die onderbroek niet meer ingepakt. Ze gewoon maar een beetje zo... We zijn helemaal vergeten in te pakken. Ja. Maar we staan nu stil voor het huis van Eline. Zo je moet nog een beetje pindakaas op die onderbroek smeren. Moet jij toevallig naar de play? Oh jongens, ik schaam me gewoon voor hoe slecht ik dit heb ingepakt. Maar Eline, komt uit een goed hart. Wat moeten we doen? Shit, ze loopt daar. Wat moeten we doen? Moet ik juist bukken of wat moet ik doen? Ja, wat moet ik doen?